was wel een tijd waarin die medisch rechtschap net begonnen was. Hè. En de bestuurders, ja, die moesten echt wennen aan die nieuwe bestuursvorm. De universiteitsraad als besluitorgaan, als bestuursorgaan verdween. En werd een medezeggenschapsorgaan. En daarmee dus een heel stuk krachtelozer. Ik heb me daar heftig tegen verzet. Wat erg leuk is en bijzonder is aan Tilburg, is dat je als student ook wekelijks vergadert met universiteitsbestuurders. Ja, het zorgde er dus wel voor dat ik een vliegende start maakte in de kennis van het besturen en managen van een grote organisatie. Ik heb geleerd om je vast te houden aan waarden die je belangrijk vindt en die je als gemeenschap belangrijk vindt. Er zijn zulke belangrijke vragen waar een antwoord op geformuleerd moet worden. Vanuit een visie dat het uiteindelijk om de instelling gaat waar iedereen belang bij heeft.